Op 4 mei herdenken we de slachtoffers en op 5 mei vieren we onze vrijheid. Dit jaar is de provincie Flevoland gastheer voor de nationale viering bevrijding. En het thema van dit jaar is kiezen in vrijheid. Nou heb ik het genoegen om in aanloop naar die 5 mei viering 8 mensen te spreken die een link hebben met de provincie Flevoland en die iets vinden over kiezen in vrijheid. Vandaag zetten we onze vrijheidsstoelen neer in Almere, want ik heb een gesprek met Marjan Sagali. Hallo. Leuk je te ontmoeten. Ja. Ik ben Marjan Sagali. Ik ben directeur van Stichting Vluchtelingenstudent, het UAF. 55 jaar en inmiddels langer in Nederland dan in Iran. Ik ben in 1990 naar Nederland gekomen, eerst als asielzoeker vluchteling. Wat was jouw eerste indruk van Nederland? Het voelde wel goed. Het voelde wel een land waarin je kan zijn wie je bent. Vrijheid of veiligheid? Oh. Zonder veiligheid kan je geen vrijheid hebben. Dus je komt uit Iran? Je bent gevlucht uit Iran? In 1979 heeft Iran inderdaad een revolutie meegemaakt. Shah viel, Khomeini kwam. En met de komst van Khomeini veranderde het leven letterlijk en figuurlijk op alle fronten. Voor iedereen? Voor bijna iedereen, ja. Wat veranderde er voor jou? Als meisje moest ik hoofddoek dragen. Mijn moeder was altijd ook een werkende vrouw. En zij heeft geweigerd bijvoorbeeld ook om een hoofddoek te dragen. Lekker eten met elkaar of een lange wandeling met elkaar? Eerst wandelen, dan eten. Maar op een bepaald moment kwam jij in de gevangenis terecht. Ja, omdat ik er wel in zover dat je tegen de beleid... Ik wilde gewoon dat wij het allemaal kiezen voor de concept vrijheid. Ja. En dat was heel kort samengevat de aanleiding waarin ben gearresteerd en 1,5 jaar van mijn leven in de gevangenis moeten doorbrengen. Nooit meer zingen of nooit meer dansen? Ja, nou dat is heel lastig. Dansen zet ik alles van me af. Dus nooit meer zingen. Ze hebben je gewoon opgepakt omdat je het niet met ze eens bent. Ja, en nou dan dat is het wel de aanleiding. Ja. Nou, dan, voordat je weet krijg je er ook allerlei beschuldigingen op je. Ja, maar er is geen enkele eerlijke rechtssysteem, geen aanklaag, niks. Maar dan is het omdat je herkenbaar in een stad waar je hebt de activiteiten gedaan. En dan weten ze het wel jou te pakken. Het uiten van een sterke mening of het luisterende oor? Luisterende oor. Ik kan me zo voorstellen dat het iets doet met je kijk op de wereld. Ja, absoluut. Je kan heel erg hard worden. Je kan ook waakzaam worden. Mm. Je kan ook je vertrouwen kwijtraken. Maar in tegendeel ben ik er steeds meer gaan geloven in dat vrijheid is een zegen die het wel moet koesteren. Mm. En vrijheid is ook respect tonen voor wat die andere zegt, wat die andere vindt. Herdenken of vieren? Nooit voorbij gaan aan herdenken om te kunnen vieren. Hoe heeft dit invloed gehad op hoe jij je kinderen hebt opgevoed? Ik heb altijd de waarde van vrijheid. Ik, maar ook samen met mijn partner, heb aan mijn kinderen meegegeven. Letterlijke hele kleine dingen van dat altijd aan tafel werd bijvoorbeeld. Met elkaar goede gesprekken gevoerd. Maar ook een soort boodschap van wat je hebt is niet vanzelfsprekend. Zit het dan voor jou in het grote of in het kleine? Ik zeg altijd denk groot. Maar alles zit in de nuances, in de kleine dingen. Losbandig of verantwoordelijk? Verantwoordelijk. Altijd. Voor ons in de opvoeding is het zo belangrijk dat we het niet hoefden onze kinderen op te voeden van thuis mag je zo denken, maar buiten de deur mag je niet zo uiten. En daarbij is onderwijs ook heel belangrijk. Onderwijs is een belangrijk instrument die jou kennis geeft. Kennis en inzicht geeft jou vermogen om te denken en je kansen te vergroten, echt een perspectief voor jezelf neerzetten. En ook je talent ontwikkelen. Hoe belangrijk is het om als vluchteling onderwijs te krijgen? In eerste instantie zoek je veiligheid en dak boven je hoofd. Maar je vlucht niet om alleen jou op te sluiten in een huis. Je wil elke dag gewoon weer iets van je leven maken. En onderwijs is de key, is echt de sleutel, is de toegang tot... Mm-hmm. Zelfontdekking. Je geeft de waardigheid aan de mensen terug. Vrijheid of onderwijs?
Onderwijs zit in vrijheid.